Ik zag een fotolijstje en ik dacht, dit is het. Het is roze en het is Fluffy, de pink staf. Welkom terug bij weer een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina. Misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube kanaal, namelijk Christina K. En vandaag heb ik weer een shoplog, maar met een kleine twist. Ik was op zoek naar dingetjes die mijn huis weer lekker homey en cozy zouden maken. Daarbij hebben we gekeken naar interieur dingetjes, gezelligheid, snackies, self-care. Maar er was dus een kleine twist. Alles wat ik vandaag heb gekocht moest onder de 3 euro blijven. Ik vind natuurlijk uitdagingen super leuk. Dus ik vond het heel erg leuk om lekker budget dingetjes te zoeken. Maar ik heb wel 1 fout gemaakt. Oké, 1 fout. En die zal ik zo meteen even laten zien. Maar goed, ik heb in ieder geval weer een tas vol met leuke goodies. Dus ben ik benieuwd wat ik allemaal heb gekocht. Blijf dan gezellig even kijken. En dan natuurlijk ook even een duimpje omhoog als je de video leuk vindt. En als je meer shoplogs op dit kanaal wil zien. En abonneer je ook even op het kanaal van Action Nederland. Want dan mis je geen enkele upload. En laten we snel gaan beginnen. Ja, ik begin wel bij self-care. Oké, hear me out. Een doucheolie van Dove. Ik zag dit. Ik dacht, absoluut wel. Weet je, herfst komt eraan, winter komt eraan, je huid wordt droger. En dan vind ik het dus heel erg chill om doucheolie te gebruiken. Ik had helemaal geen idee dat Dove dat had. En toen zag ik het dus bij Action. Oh, ruikt naar een sauna. Heerlijk. En deze kost 1,99 euro. En echt, ik kan niet wachten om het te gaan gebruiken. Dan heb ik een aantal gezichtsmaskertjes. En nou, dat vind ik dus zo leuk. Kijk, met prinsessenhoofdjes erop. En daar ben ik heel slecht in hun namen. Dus ik weet even niet hoe ze heet. Maar dit vond ik wel heel leuk. Want je hebt niet daadwerkelijk een prinsessenhoofd erop. Maar je hebt wel een kleine tekening dus op je gezicht. Nou, helemaal leuk. Deze zijn 99 cent per stuk. En daarnaast heb ik dus een Sweet Cookie Sheet Mask. En ik hoop natuurlijk dat dit ook naar koekjes ruikt. Oh, het ruikt naar vanille. Nou, helemaal fantastisch. Het ziet er ook echt heerlijk uit. En die kost 69 cent. En iets anders over self-care. Ik zag dit. Ik dacht, dit is helemaal leuk. Dit is Spa Gel Socks. Dus het is een soort sokkie. Er zit een gellaagje aan de binnenkant van de sokken. En je moet dus je voeten met iets van een lotion insmeren. En dan die sokken aantrekken. En dan het laten intrekken. Dus helemaal ideaal. Ik moet het even uit de verpakking halen. Ik moet even kijken wat het nou precies is. Maar dit is eigenlijk ideaal. Want ik heb wel eens van die voetenmaskers gebruikt. Maar daarmee kan je dus helemaal niet lopen of iets. En nou ja, het liefst dan natuurlijk niet. Want het is hartstikke gevaarlijk. Want je kan ook echt uitglijden. Maar kijk, als je deze sokken aan hebt. Want kijk, dit is echt een sok. Kijk, hier gaat dus je voet in. En hier aan de binnenkant heb je dus echt een gellaag. En het is echt best wel dik. Maar ik denk dus, als je dus zo'n voetensok gebruikt. Als je dus je voetenmasker of je voetlotion of wat dan ook op je voeten hebt en met deze sokken aan, kan je nog wel gewoon een beetje minimaal wel rondlopen. Maar dit lijkt me gewoon handiger in gebruik. Deze zijn 2,99 euro, dus het was net onder het budget. Dan gaan we nu door naar home dingen. Dit was nog binnen het budget. Ik heb dus per ongeluk iets buiten het budget meegenomen. Oepsie. Kijk, ik heb er een uitleg voor. Dus ik liep door de winkel en ik zag een fotolijstje en ik dacht, dit is het. Ik had al iets anders meegenomen wat perfect bij zou passen. En ik dacht, oh mijn god, sowieso wel dat het wel onder de 3 euro was. Is niet zo. Het is 3,99 euro. Kijk hoe het eruit ziet. Ja, snap je dat ik dit echt niet kon laten liggen? Dus, hoepsie. Deze zit even buiten budget. Ik zou wel echt snel zijn als ik jou was. Mocht je dit heel leuk vinden. Sowieso is dat natuurlijk altijd bij Action. Rennen naar de winkel als je iets leuks ziet in de video's. Want je weet nooit wanneer het weer weg is. En wat me dus heel erg leuk leek om hiernaast te zetten. Was deze kaarshouder. Ook helemaal zelfde stijl, snap je wat ik bedoel? Dus ik zag het natuurlijk al helemaal in mijn hoofd naast elkaar staan. Dus ik kon het fotolijstje gewoon niet laten liggen. Dus we hebben hier een kaarsenhouder en je hebt hem ook in het goud. Ik heb voor zwart gekozen en daarbij heb ik dus ook een oranje kaars meegenomen. Het is wel een beetje een grote kaars, maar goed, dan gaat hij ook wat langer mee, dacht ik. Leuk kleur, lekker herfstig. Oké, de kaars is 1,67 euro. Theelichthouder 2,79 euro. En dan heb ik 2 kussenhoezen nog gekocht. En ik moet wel zeggen, het komt wel vaak terug. Een soort van per seizoen andere soort kussenhoezen. Nou, ik zag in ieder geval dit en echt mijn naam staat erop geschreven.
Het is roze en het is fluffy. Ik weet niet of er iets anders is wat beter en mooier is. Ik heb er nog één. Dus ik heb twee kussenhoezen. Deze is wit en fluffy. En één hiervan kost €2,49 en de andere €2,99. Oh mijn god, ze zijn zo heerlijk zacht. Altijd als ik in Action sta, wat voor dag, wat voor wanneer dan ook. Maakt niet uit wat voor een challenge ik weer gekregen heb van Action. Maakt niet uit, ik ga altijd naar geurkaarsen. Dus ik vond het nu extra leuk om daar even tussen te snuffelen. En ik zag een nieuwe die ik dus nog niet kende en dat zit in dit blikje hier. En het is best wel een kleintje. Maar ik heb dus heel veel kaarsen daar sowieso al geroken. En ik zat weer aan alle kaarsen te snuffelen. En ik vond deze geur dus heel erg lekker. Eigenlijk best wel basic vanille en jasmine. Maar ik vond deze wel echt heel lekker. Ik weet niet wat het is. Echt heel erg lekker. Een hele lekkere geur. Ik zou hier echt parfum van willen hebben. Het is heel erg basic en zo. En ik moet zeggen, ik kijk ook meestal naar kaarsen die wel echt een deksel hebben. Dat vind ik echt ideaal voor wanneer ik de kaarsen zeg maar uit wil doen. Doe ik gewoon zo dicht en komt al het vieze rook niet naar buiten. Vroeger gooide ik altijd dus de deksels weg omdat ik niet snapte waarvoor ze het waren. Maar nu gebruik ik het op deze manier en ik vind het ideaal. Dus ik heb deze gekocht, in ieder geval echt een lang verhaal weer. €1,29. En je hebt ze ook dus in andere geuren. En Action heeft natuurlijk altijd enorm veel geurkaarsen. Maar deze vind ik dus nu echt heel erg lekker. Oké, ik heb nog iets anders gekocht. En dit is dus, ja, dit kan je niet zo echt ruiken in de winkel. Ik heb er alleen naar gekeken. Hier staat Smoke and Earth. En ik weet niet wat voor geur dat zou moeten zijn. Ik vond het in ieder geval gewoon heel erg mooi uitzien. Dus ik dacht, nou weet je, als ik het echt smerig vind, kan ik het altijd in de wc neerzetten. Van die geurstokjes. En het ziet er gewoon echt mooi uit. Dus ik dacht, nou ja, weet je, als het al zo mooi uitziet, maakt me niet eens uit of het niet heel lekker ruikt. Maar ik ga hem even openmaken, want ik ben toch wel heel erg benieuwd. Oké, ik heb hem open. Echt moment van waarheid. Oh! Ah, ik snap wel wat ze bedoelen met Smoke and Earth. Ik vind hem zo mooi. Het is wel lekker. Het is wel lekker, maar ik hou denk ik meer van bloemig. En dit is meer inderdaad een aardige geur. €2,99. Oké, iets anders voor soort van in het huis. Ik dacht, ja, dit is echt zo stom. Maar een schoon huis hoort er natuurlijk ook bij. En ik zag dus iets en dit heb ik natuurlijk weer op TikTok gezien. En toen zag ik het in één keer in Action en ik dacht, nou wat gebeurt hier? Ik moet het hebben. Ik weet niet of jullie dit al zeg maar op social media hebben gezien, maar de Pink Stuff. Dit is gewoon een schoonmaakmiddel en het schijnt dus echt voor alles goed te zijn. Ik had dit gewoon niet verwacht. Ik zag echt mensen dit vanuit het buitenland volgens mij bestellen. Dus ik was heel blij toen ik dit zag, maar ik moet dus nog wel echt even kijken van, ja, wat is het nou eigenlijk en hoe kan ik dit gebruiken? Ik heb het letterlijk meegenomen omdat ik het overal zag. Het schijnt dus heel goed ook voor milieu te zijn en gewoon in ieder geval een heel goed schoonmaakmiddel. Dus ik zag dit en ik dacht, ja, het past niet helemaal tussen de cozy dingetjes. Maar ergens op je wel, want een schoon huis is altijd goed. Soms dan sta je ergens en dan denk je van, ik heb het nu niet direct nodig, maar je weet, op het moment dat je wegloopt van het schap, het is uitverkocht en het komt nooit meer terug. Dus dat dacht ik toen ik dit zag. En deze is €2,95. En voor de gezelligheid heb ik even wat keukendingetjes. En ik ga als eerste beginnen met de pot hier. Wat ik dus wil gaan maken is van die ingelegde uitjes. Dat lijkt me dus zo heerlijk. Ik wil dat echt al tijden zelf leren hoe ik dat moet maken. Volgens mij is dat helemaal niet zo moeilijk. Maar ik had wel zo'n pot nodig waarbij ik het in zou kunnen bewaren. Dan kan je denken van, Chris, moet je dan niet een kleinere pot? Want dit is wel heel veel ui. Maar ik hou echt heel erg veel van ui. Dus dit moest zo. En anders kan ik nog komkommer erbij doen. Ik heb helemaal zin om dat helemaal te gaan onderzoeken en het gaan maken. Dus daarom had ik zo'n pot nodig. En dat is natuurlijk helemaal gezellig mozzarella. Om dat lekker zo meteen in de herfstavonden te doen. En deze was €2,99. En dan onder het nom van gezel even iets bakken of zo. Ik heb hier unicorn cupcakes. En ze hadden ook rainbow cupcakes. En dit vond ik hele leuke kleurtjes. Ik ben benieuwd hoe dit nou precies gaat werken. Dus dit vond ik gewoon heel erg leuk. Even weer wat bakken. Dat is echt zo lang geleden voor mij. En deze was €1,79. Daarnaast heb je natuurlijk wel echt snacks nodig ook in je leven. Voor op de bank. Ik heb popcorn meegenomen. Hier zit 3 keer 100 gram popcorn in. En dat doe je natuurlijk lekker in de magnetron. En geen omkijken naar. En deze kost 98 cent. En ja, ik vind dit dus ook heerlijk.
van die spekjes. En deze is €2,19. Ik heb ook echt een enorme verpakking. Helemaal zin om op de bank te gaan zitten en het allemaal lekker te gaan eten. Anyway jongens, dat waren al mijn aankopen van vandaag. Ik hoop dat je het leuk vonden. Deze challenge was heel erg leuk. Ik ben goed geslaagd, behalve dus één product. Maar ik kon het niet laten. Ik kon het gewoon niet laten. Dan wil ik jullie nu ontzettend bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet niet om een leuke reactie achter te laten. Altijd heel erg leuk om die terug te lezen. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!